van is van de Zanden. 1-0 winst, opnieuw 1-0 winst. Jullie hebben er hard voor moeten knokken. Ja, we hebben er zeker hard voor moeten knokken. En de eerste helft was eigenlijk gewoon hartstikke goed, maar zij moeten scoren. Want ja, wij stonden 1-0 voor en dan wordt het moeilijk. Dat heeft iedereen gezien. Maar ik denk dat we een hartstikke goede keeper hadden staan. En Sari was heel erg belangrijk voor ons. Dus uiteindelijk hebben we het gewoon goed gedaan. Wat mij opvalt, gedreven door het publiek, dit team gaat voor elkaar, vecht voor iedere meter. Ja. We vechten voor iedere meter en we vechten voor iedereen. En ik denk dat dat ook zo hoort. Je bent niet voor niets een team, dus je moet er ook voor elkaar gaan strijden. En dat hebben we wel laten zien in de tweede helft. Want Denemarken kreeg genoeg kansen. Maar als je zo'n keeper hebt staan, dan hou je de nul. En nu ga je naar een derby naar Lage Landen. We gaan de supportersklanten uitvechten, maar jullie gaan voor de eerste plaats. Ja, natuurlijk gaan we voor de eerste plaats. En we hebben nu net de wedstrijd gehad, die laten we even bezinken. Gaan we beelden kijken en dan gaan we weer de puntjes op de i zetten voor de volgende wedstrijd. En dan gaan we er gewoon weer vol tegenaan, want we hebben nog niks. Hoe moeilijk is het om altijd die lijn af te moeten gaan? Tegenstrevers die jou gaan intimideren? Ja, maakt niet uit. Ik geniet er eigenlijk alleen maar van. Ja. Laatste dan, heb je nog een woordje voor de Nederlandse fans? Want die hebben maandag ook nodig. Blijf ons vooral volgen, blijf achter ons staan, want jullie zijn enorm belangrijk voor ons. En jullie weten bijna niet hoeveel energie jullie ons geven. Dus blijf vooral voor ons vechten ook en voor ons roepen in het stadion achter ons staan.